Beste en gewaardeerde mede-raadsleden, geacht college, mede-inwoners, zowel hier aanwezig op de tribunes als ook online thuis. Spreken in het openbaar is helaas niet mijn sterkste punt. Ik heb ook een zekere mate van podiumvrees. En in dat kader zei Piet Kees van der Wel, dan moet je in de gemeenteraad gaan, echt iets voor jou. Nou, probeer er het beste maar van te maken, niet? Na enige afweging en overdenking besloot ik de sprong in het politieke diepe maar eens te wagen. Maar voorzitter, eens een danser, altijd een danser. Ik begon mijn prille carrière hier in de raadzaal gelijk al met een niet voorziene stoelendans. Een en ander resulteerde in een nieuwe positie tussen een domineeszoon en prins Carnaval. Volgens mij ben ik van dit drietal op dit moment de enige die nog daadwerkelijk invulling geeft aan het celibatair bestaan, maar dat even terzijde. Mijn naam is dus Erik Volkers, nogmaals voluit 52 jaar, alleenstaand, wonend in de mooie groene Hardenbergse woonwijk Baalder. Geboren getogen Hardenberger en bovenal vader van drie prachtkinderen. Mart, 23 jaar oud, wonend en werkend op een van de mooie Canarische eilanden, Fuerteventura. En daar werkzaam als dansentertainer. Je ziet, de appel valt nooit zo heel ver van de boom. Deni, 20 jaar oud, bijna 21, thuiswonend, studerend als fotograaf bij Deltion College met als specialisatie de autosportwereld. En ik heb Sam dan ook nog thuiswonend, 16, bijna 17, eveneens dus wat ik al zei, thuiswonend en studerend ook aan het Deltion College, maar dan als technisch vakspecialist autotechniek. Hoera. Gelukkig zijn ze er nog, de mannen die de handen uit de mouwen steken. Als 19-jarige ben ik begonnen als zelfstandig dansleraar, na twee roerige jaren bij mijn vader in de dansschool te hebben gewerkt. Je kan zeggen dat het vak me op die manier met de paplepel is ingegoten en dat is waarschijnlijk ook eigenlijk de enige manier zoals je tot zo'n bijzondere keuze komt om zo'n vak uit te gaan oefenen. Nou, daar kijk ik nog steeds met heel veel trots op terug. Maar ondanks het feit dat door de afnemende belangstelling van de stijldansen de dansschool in 2017 noodgedwongen moest worden gestopt, blijf ik zeggen dat het het mooiste vak ter wereld is. Dag in dag uit uitvoering kunnen geven aan je hobby en mensen, welke grotendeels uit vrije wil kwamen. Enthousiasmeren voor de dans is een waar feest. Maar wat me vooral en bovenal plezierde en voldoening schonk, was de omgang met de enorme verscheidenheid aan mensen. Van 4 tot 84-jarigen, van de spreekwoordelijke putjescheppers tot aan de hooggeplaatste notabelen. Alhoewel één specifiek en hier niet nader te noemen raadslid, voormalig notaris, me nog altijd tussen de vingers is doorgeglipt en daarmee de dansvakkundige is ontsprongen. Wellicht gaan we dat ooit nog eens inhalen. Van mensen met een beperking tot de meest hoogbegaafde bollebozen in de dansschool was iedereen gelijk en kwam een ieder met een gelijk doel. Leren dansen en vooral plezier beleven. Heb het samen leuk. Het heeft mij enorm veel mensenkennis opgeleverd, iets waar ik er op de dag van vandaag profijt van heb. Ik neem deze waardevolle vaardigheid dan ook mee in dit raadswerk. Was het enkel alleen maar feest? Nee, zeker niet. In mijn 30-jarig ondernemersbestaan waren de pieken hoog, maar de dalen ook zeker diep. Het moment dat de bank in 2013 zonder enige aankondiging besloot de geldkraan dicht te draaien, staat mij nog helder voor de geest. Bijna twee seizoenen lang was het letterlijk overleven, een bedrijf runnen met een lege portemonnee. Heeft iemand dat gemerkt? Mocht iemand het merken? Nee. De etalage moest en zou op orde blijven. Niemand wil uiteindelijk bij een verliezend team horen, toch? Dat heeft bakken met energie gekost, de welbekende bloed, zweet en tranen, maar door vol te houden en de problematiek met open en vooral eerlijk vizier te bevechten, kwamen we er doorheen. Het geeft hoe dan ook maar eens weer dat we te vaak, naar mijn idee, uitgaan van het vaak te mooie plaatje. De vraag, hoe gaat het, wordt eigenlijk altijd en standaard beantwoord met goed. Maar als we even iets meer tijd nemen voor elkaar en inzoomen op een ieder situatie, blijkt de waarheid vaak toch op iets anders uit te draaien. Juist door zelf even aan die donkere kant van de medaille te hebben gezeten, ben ik extra alert op die signalen. Vaak zijn ze non-verbaal. En daar ligt voor mij ook een wezenlijke brug met het raadswerk. Signaleren van onmacht, stil verdriet, frustratie, onvrede. Want naar mijn idee gaan we als mensen met elkaar, maar zeker ook als gemeente, te vaak uit van het ogenschijnlijk kloppend plaatje. Zo zijn er vele inwoners van onze gemeente die zich absoluut niet veilig voelen. Zijn er vele ondernemers en bewoners die vinden dat hun centrum en leefomgeving niet fraai, schoon en veilig is. Hebben ze gelijk? Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat ze het zo voelen en daar moeten we iets mee. Dus voor Doen 22 zijn het hoe dan ook belangrijke speerpunten. We zullen ons hiertoe dan ook zeker gaan inzetten en daar waar nodig laten horen.
Laten we de signalen welke we opvangen uit de samenleving sowieso serieus nemen. Niet afdoen met een sociaal wenselijk antwoord. Te vaak worden er met name in de landelijke politiek, en zeker op dit moment, beloftes gedaan waarvan we op voorhand al weten dat ze geen stand zullen houden. Durf eerlijk en helder te zijn. Benader de problematiek en daarbij de betrokken personen met open en eerlijk vizier, zoals ik zelf in mijn meest roerige, lastige ondernemersjaren heb gedaan. Leuk? Nee, verre van. Maar wel de enige juiste weg naar een oplossing en vooral vertrouwen. En dat vertrouwen, dat betaalde zich in mijn situatie dubbel en dwars terug. Maar laten we als politiek dat motto ook hanteren. Want terugwinnen van vertrouwen is in mijn optiek voor nu het grootste goed en tegelijkertijd dé sleutel naar de oplossingen voor alle grote en uitdagende vraagstukken die voor ons liggen. Niet de overheid tegen de burger, niet de alsmaar vanuit geldingsdrang elkaar overschreeuwende partijen, welke daarmee hun oorspronkelijk doel om deze maatschappij te verbeteren uit het oog verliezen. Maar samen met elkaar, overheid en inwoners hand in hand naar een wereld die wij wensen. Politiek en burgers samen naar een samenleving. Een naar mijn idee allesomvattend woord welke geheel de lading dekt voor een prettig bestaan op deze aarde. Samenleving, samenleven. Het is mede vanuit deze gedachte dat wij als Doen 22 het belang van het voorliggende programma Klimaat, Water en Biodiversiteit 2023 tot 2027 volledig inzien en steunen. We moeten zuinig zijn op onze mooie leefomgeving en tegelijk de in een steeds hoger tempo veranderende klimatologische omstandigheden met alle daarbij behorende problematiek het hoofd bieden. De klok tikt in een razend tempo. Mede daarom zullen wij het amendement van GroenLinks dan ook van harte ondersteunen. En ja, ook hier zullen we als overheid hand in hand samen moeten optrekken met de inwoners van onze landschappelijk zeer fraaie gemeente. Derhalve dan ook onze steun aan de motie van ChristenUnie. Maar tegelijkertijd, voorzitter, vinden wij de doelstellingen in het voornoemprogramma nog wel vaag en ruim bemeten. Wij zouden als fractie van Doen 22 liever concretere en daarmee betere, meetbare en controleerbare voorstellen hebben gezien. Ook de presentatie van het geheel in een zeer gelikt uitziende en via het internet reeds gepresenteerde infographic vinden wij enigszins misleidend. Het wekt bij de geïnteresseerde inwoner het idee dat hier eigenlijk al een definitief plan ligt, welke feitelijk nog ter goedkeuring voorgelegd moet worden aan de Raad en daarmee dus eigenlijk nog de nodige wijzigingen zou kunnen ondergaan. En dat terwijl we juist zo hameren op het terugwinnen van vertrouwen in de politiek. Laten we hier in het vervolg wellicht wat bedachtzamer mee omgaan. Tot slot vinden wij als fractie van Doen 22 de jaarlijks terugkerende 9 ton in overheidskosten ook buitenproportioneel. Wij denken dat door efficiënter inzetten van het ambtelijk apparaat er nog wel het nodige voordeel zou kunnen worden behaald. Ondanks dat, al deze genoemde punten, hebben wij de afweging gemaakt en besloten uiteindelijk om toch mee te gaan en voor te kiezen. Want we zijn wel ervan overtuigd dat nogmaals tempo is geboden. We moeten vooruit op dit thema. Mijn spreekwoordelijke kop, hiermee is er af. De mede-speech zit erop. Gevoelsmatig weer een stap gezet in mijn ontwikkeling tot raadslid. Wat eerlijk is eerlijk, ik vind het allemaal mateloos interessant. Ik vind het leerzaam, ik vind het ook van zeer groot belang. Maar tegelijkertijd in mijn vlaag ook nog onvoorstelbaar ingewikkeld en best spannend. Ja, er is nog een hoop te leren, maar met deze fijne collega raadsleden, en dat ervaar ik echt zo, en mijn mentor Piet Kees van der Wel, moet ik een heel eind kunnen komen, denk ik. Ik merk dat hiermee de angst voor het spreken in het openbaar en de podiumvrees al aardig is geslonken. Het gaat dan een stukje beter, dat beschouw ik maar als winst. Dus wie weet ga ik er professioneel nog iets mee doen, maar dat hoort u dan wel. Dank voorzitter voor dit moment en dank u allen voor uw aandacht.